Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Let's Play. En vandaag gaan we weer de update spelen. Ik zal even loeren wat er eigenlijk ook allemaal weer is. Oh ja, er is een quest. Oh my god, daar heb ik al zin in. De Bobcat bereidt zich voor op de komende paardenwedstrijd, maar voelt Loretta zich nu ongelukkig. Oh, nou meid, dat is erg. En vervolgens wordt hij weer een geheimzinnige brief gevonden. Oké. En mooie nylon halster of zo. Nou. Ja, ik heb een oud paard mee, zoals je ziet, dus ik heb er helemaal niks aan nu. Oh ja. Ik heb even Haley erbij gepakt. Deze heb ik gekocht in mijn laatste challenge video. Dat is ook alweer 2 maanden geleden, volgens mij, dat ik dat heb gepost. Toen mocht het rad bepalen hoeveel starcoins ik uit ging geven. Dus toen had ik 2 paarden gekocht die redelijk goedkoop waren. Toen mocht ik iets van 600 starcoins uitgeven of zoiets dergelijks. En toen had ik 2 paarden gekocht, waaronder Haley. Dus ik denk, ik was eerlijk gezegd weer vergeten dat ik deze had gekocht. En toen zag ik hem staan en dacht ik, oh ja, ik vind hem nog steeds super leuk en heel mooi. Ik heb er nooit nog echt op gereden, dus ik denk, ik pak Haley er vandaag even bij. Ondertussen weet ik niet waarom ik hier langs ga, want we moeten daarheen. Maar goed, ik dacht, eventjes de vuilnis mee. Maar ja, lekker questen. Daar heb ik wel zin in. Ik denk, ja, ik moet even kijken hoe lang deze quest duurt. Anders ga ik gewoon alleen deze quest doen en dan doe ik dat ene verhaal bij mevrouw Holdsworth wel gewoon alleen, want meestal is dat gewoon heel saai. Dus ja, oh, er is trouwens ook een bonus item, dus als ik het niet vergeet, hoop ik. Nou, even kijken aan de nieuwe hasters, extra korte verhalen. Nieuws over de spelerpersonages. De beta-test voor de vernieuwde spelerpersonages is afgerond en we willen alle deelnemers heel erg bedanken. We hebben veel waardevolle informatie ontvangen waarmee we uiterlijk verder kunnen aanpassen en de fouten kunnen oplossen en die de test tegenkwamen. Oké, de volgende serie magische paarden zijn de draken. Die heb ik allebei. En de bonuswinkel is nog een item. En dan vanaf volgende week. Overal bij Jorvik verschijnen doorgangen. En dat betekent weer 1 ding. Het griezelseizoen is aangebroken. Dus vanaf volgende week hebben we weer Halloween. Dat is wel echt heel erg leuk. Dus ja, maar voor nu eventjes de quest. Hey, hallo Riley. Leuk om je te zien. Het is lang geleden dat we hebben gekletst. En het niet over mijn oude Region Warland hadden. Ben je hier voor het trainingskamp van de Bobcats? I guess. Er komt een belangrijke wedstrijd aan. Dus gaan wij Bobcats hier in Warland een paar dagen kaart trainen om te zorgen dat we tijdens de wedstrijd op ons beste zijn. Uiteraard zijn we altijd in top voor, maar oefening baart kunst en we willen altijd laten zien dat we iets heel goed kunnen. Ik neem aan dat je mee wilt doen met onze trainingen. Ik heb jullie nog nooit zien oefenen. Oh, maar dat doen we wel degelijk. Niemand traint zo hard als een Bobcat. We moeten onze naam hoog houden. Ik heb hun letterlijk nooit zien trainen, want ze staan letterlijk altijd stil natuurlijk. Ik controleer nu het parcours om te zorgen dat het goed genoeg is voor alle paarden die we hebben. Ik ben best tevreden met de staat van dit pad. Het is hard, maar niet te hard en zal niet te veel lijden als er vaak overheen gereden wordt. En het is goed voor het skelet van de paard. What the fuck? Eigenlijk vroeg ik me af of... Wie? Wat was dat? En was het Garnock? Was het Loretta? Was het niet... Pterodactylus. Ik weet niet wat dat is. Het is waarschijnlijk Loretta. Ik denk dat je gelijk hebt gegeven. Het is Loretta. Ik blijf liever uit haar buurt als het zo klinkt. Al hoop ik dat ze niet ergens tegen iemand uit haar pannetje gaat. Rally, of jij... Ik bedoel, wil jij alsjeblieft gaan kijken wat er aan de hand is? Moet ik het weer oplossen, joh? Ik ben wel helemaal Bobcat roze. Paars en roze. Ik ben helemaal in het roze. Wat mooi. Nou, wat heeft ze nou weer te zeuren? De scheidwijf. Oh, ja. Oh, fijn, zeg. Jij bent er dus ook. Kijk, dat bedoel ik al. Dan gaan we alweer. Ik mag er helemaal niet. Zij mag mij ook niet. Wat doe ik hier eigenlijk? Ga fietsen stelen, Riley. Zonder jou heb ik al genoeg aan mijn hoofd. Oh my god, dat bedoel ik dus. Ik mag er zo niet. Oh. Gaat de Loretta? Dat klonk wel heel merkwaardig. Het gaat prima. Nou, oké dan. Het zal wel. Tot ziens, sukkels. Kom, Bart, ook. We gaan naar het strand. Jeetje, hangt vandaag nog meer de sterren uit dan anders. Hoorde je dat gekruis? Ik dacht eigenlijk dat Godzilla vanuit de zee de strand was gekomen. What the fuck, dat is echt grappig. Misschien moeten we even met haar praten. Zou je dat willen doen? Ik wil graag weten of alles goed met haar is. Maar mijn paardrijles begint er over een minuutje. Waarom heeft iedereen van die stering domme smoes en moet ik het allemaal weer oplossen? Het is toch vreselijk? Moet ik het weer doen? Maar we krijgen wel allemaal XP ervoor, dus dat is prima. Hallo, bitch. Snik, oh wat nu weer? Volg je me of zo? Ja, eigenlijk wel, ja. Je kunt op dit eiland echt niet eventjes alleen zijn. Zou je me zeg maar gewoon even met rust willen laten? Nee, niet zolang je me vertelt wat er aan de hand is. Ik zucht, goed, maar je moet me beloven dat het niet doorvertelt.
Kijk, iedereen weet dat ik de beste ben en dat ik super belangrijk ben voor de podcast en zo. Iedereen. En ik vind het prima om de eer een beetje met Tante te delen. Zij is mijn beste vriendin in de hele wereld en zo. Maar iedereen weet dat ik hier altijd al was en dat ik de leidster ben. En ik bedoel, gedeeld leidster van de club. En dat duikt die Stacy ineens op. En ik ga paardrijles en training geven en ze coacht. En pff, ik bedoel, ik ben toch de beste Bobcat? Ik heb alleen dat oude versloten parcours waar mensen op kunnen rijden. En naast onze nieuwe trainingen biedt Stacy nu weer een training aan. En ik ben niet jaloers of zo. Ik bedoel, ook de allerbeste zoals ik hebben wel eens een dag niet, snap je? En waarom heeft zij zeg maar opeens allemaal leuke dingen en die heb ik alleen maar dat oude parcours? Niet dat ik haar niet aardig vind of zo. Het is gewoon, misschien ben ik niet zo cool meer. Verzin dan een ander parcours. Denk een nieuwe race. Ik, wat? Moet ik dat doen? Ja, ik ga het niet doen voor je hoor, meid. Nou ja, als je het zo zegt. Ik moet even nadenken, oké? Zeg maar tegen Stacy dat ik terugkom als ik er klaar voor ben. Nou meid, prima. Man, dat wijf is altijd al een bitch geweest. En wij doen altijd maar gewoon hartstikke lief. Als iemand dit echt zo doet tegen mij, dan kun je het vergeten hoor. Oké, Stacy. Hoi, daar ben je weer. Heb je Loretta gesproken? Mooi. Hopelijk is ze snel weer de geweldige oude diva die ze altijd is. Bij iedere andere stemming van haar raakt het universum van slag. Mijn les gaat zo beginnen. Wil je meedoen? Oeh, kijk. Dat bedoel ik. Paard XP. Dus ik heb lekker een level 0 of level 1 paard mee. Dus het scheelt. Je hebt nog niet eerder aan mijn training meegedaan, toch? Geen zorgen. Ik leg straks uit hoe alles werkt. Kom, dan gaan we naar de paddock bij de herberg. Dan kunnen we daar de koersen voor de oefeningen... Bij de herberg? Oh, hier. God, bedoelen ze het hier? De herberg. Wat leuk op de Wels. Allemaal nieuwe paarden. Kom ik aan met een stokoud paard. Voordat we gaan springen moeten we zeker weten dat de paarden goed zijn opgewarmd. Het zijn atleten. We doen een warm-up om sportblessures te voorkomen. Kijk, er zijn er al een paar ruiten. Dus het is heel belangrijk dat je afstand houdt tot de andere paarden. Als je mee gaat doen. Onze bobcatpaarden kennen elkaar goed. Maar je weet nooit hoe twee onbekende paarden op elkaar reageren. Veiligheid voor alles. Ja, dat klopt. Ga maar naar de andere bobcat in de paddock en volg mijn aanwijzingen. Ik maak het vandaag niet moeilijk. Zorg gewoon dat je in de juiste gang rijdt en niet te dicht bij iemand anders. Als je goed bent opgewarmd kunnen we gaan springen. Oh, nou dit is... Oh, maar ik heb een level 1 paard. Ik hoop niet dat de rest veel sneller is. Ik durf mijn vogel... Oh, even weg. Zo. Nou, ik ben haast sneller als haar. Maar ik heb ook een veel groter paard, maar... We gaan over een handgalop. Oh, en deze steen wel eens weg. Oké. Dit is wel echt grappig, zeg. Dit is gewoon echt een manegeles. Dat is toch cool. Maar ja, we zijn wel iets gevorderder dan dit. Kijk, hun rijden gewoon wel naast elkaar. Dat kan niet. Dat mag niet. Hoppatee. Nou, die springen over de hindernis van de paddock. Oh, wacht even. Hallo! Oh, maar eigenlijk moet ik via de andere kant. Want de afzetbalk zit aan de andere kant. Oh nee, ik ga er ook gewoon tegenaan. Oh, was dit wel goed? Ik weet het niet. Dat was een uitstekende warming up. Ben ik klaar voor het echte sprongen? Oh, oeps. Ja, we kunnen maar beter terug gaan naar de paddock. Oké. Huh, wat? Waar is ze? Was dit de warm? Is dit de les? That's it. Ik ga trouwens even gauw die strik meepakken. Zo, dan heb ik dat in ieder geval alvast gedaan. Vloer is die mooi. Ja, prachtig joh. Oké, nou, dan moeten we ineens hierheen. Goed, daar gaan we. We beginnen makkelijk. Je hebt het parcours eerder gereden. Ja, dat klopt. Nou, als dit makkelijk was, als ik dit in het echt moest doen en iemand zegt dat het makkelijk was. Dan kon je het met mij vergeten hoor. Ja, mij niet bellen. Leuk liedje. Dit is echt gewoon... Hop. Maar heeft ze nou nog een nieuwe race dan straks? Of heeft Loretta straks een nieuwe race? I don't not know. Hop. Het is wanneer hier een streep ook. Persoonlijk record, ja. Alweer zijn alle highscores gereset. Gaan nu wat moeilijker maken. Lat of de balk hoger leggen. Mijn paard is level up. Wow, wat is dit hoog ineens? Jezus, tyfus. Holy shit. Lat wat hoger leggen. Ik weet niet hoor, maar dit is wel echt 10 latten hoger. Oh mijn god. Kijk hoe heftig als iemand dit kan doen. Oh mijn god, in het echt. Dan ben je gewoon een pro hoor.
Dit is niet even gewoon een manegeles op de Moorlandstal. Oh my god. Kom maar, ja, mijn paard die kan niet hoog springen. Dat is maar level 2. Hop. Jezus, wat hoog. Beter gaan we niet nog hoger. Wat vind je ervan? Is dat ook wel zo stoemelijk als de hindernissen hoog zijn? En je moet, ja, dat snap ik. Terugkeer van de diva. Als je mee wilt doen aan mijn trainingen met hogere hindernissen. Oh, dat is dus weer een extra race, maar dan hoger. Oké. Terug even les op de pakken vrij zaterdag zondag. Oké, kijk, Loretta is terug. Oké. Grappig, kijk, want nu heb je de 4. Het moeilijke parcours. Oké, dat is wacht. Heel nice. De terugkeer van de diva. Hoi Riley, ik ben nagedacht over ons gesprek en ik wil graag een nieuwtje met iedereen delen hier. Nou, de race die ik organiseer was veel moeilijker toen ik voor het eerst een wordend was. Er waren meer hindernissen en het parcours was langer. Mensen raakten soms de weg kwijt en dus werd het parcours een stukje ingekort. Ja, dat klopt. Ik moest de laatste tijd aan die oude lastige race denken en ik heb besloten om hem te heropenen. Beter dan het ooit was, want ik heb hem bedacht. Oh, dat is gewoon de oude versie van dit, of niet? Alleen dan met nog meer hindernissen die er volgens mij eerst niet waren. Maar die race was toen ingekort. Omdat de noobs die dit... Godverdorie. Ah, jongens, stop! Omdat de noobs van... gewoon de beginners. Noobs klinkt ook weer zo. Die raakte verdwaald in de race. En ja. Nu heeft ze dus blijkbaar deze geheropend. Which is nice. Maar ik weet alleen even niet meer... Volgens mij zijn die sprongen allemaal wel gewoon nieuw, zeg maar. Oh, ja. Toen gingen we helemaal hier langs. Dat klopt. Holy shit. Wow. Dit is echt weer... En dan nu met leuke sprongen erbij. Oké, okay, I like it, jongens. We kunnen gewoon... Kijk, ik train niet veel. Maar we kunnen gewoon nu bij Moorland 2 extra races doen. En deze is ook nog 250 XP, volgens mij. Dat is echt zo ziek nice. Wow, dat is echt chill. Moorland is al een van mijn favorieten. Zeg maar, als ik dan heel even ga trainen, dan pak ik altijd Moorland even bij. Want ja, ja, dan heb je toch even een paar races echt op een korte, zeg maar, op een kort stukje grond. Allemaal bij elkaar, weet je wel. Dus, oh, nou, ik wil die boost doen, maar dat lukt nooit. Oh, dit is echt wel leuk. Oh, kut, ik dacht misschien dat ik er doorheen kan. Hop, holy shit. Ja, nee, dit ging absoluut niet vlekloos, maar ik probeer het wel een keer met mijn walking of zo. Nou, meid. Wat vond je ervan? Ik vond het prachtig top. Leuk. Terugkeer van het wild op het wildrecord en dagelijks trainen in de klassieke. Dat is denk ik de klassiek of zo. Nog even over daarnet. We krijgen echt wel lekker veel XP. Elke keer 15, dat is wel nice. Misschien was mijn reactie zeg maar een beetje overdreven. Ik ben eraan gewend dat ik zo'n beetje de ster hier ben. En dan is het raar dat er anderen komen die taken overnemen die Ten en ik altijd uitvoerden. Maar toen ik jou sprak, velde je geen oordeel. Je zei gewoon dat ik een andere training moest organiseren. Ik heb van een Falabella een Shire gemaakt. Oh, lachen. Ik wil je dus zeg maar bedanken voor dat je wilt luisteren. Ik moest gewoon even mijn frustratie kwijt. En bedankt dat je niets hebt doorverteld. Nee joh. Ik ben wel aardig daarentegen. Oh. Tot slot bedankt dat je tegen me was. Dat durfde maar weinig. We gaan een pep talk met de club houden. Doe je mee? Sure. Oh, krijg je een... Ook gewoon iedereen. Zonder paard. Sta ik daar met mijn paard. Maar we krijgen een halster. Oké, okay, Popkat, kom maar even bij elkaar. Ik heb genoeg goed gekeken hoe het ging tijdens verschillende oefeningen. Nu hebben we het prima gedaan vandaag. En onze enige westerner uit de Beatrice. Ik ben heel trots op de manier waarop jij ons op de Starshine hoeven vertegenwoordigd. Altijd graag gedaan. Zegt een nieuwe parcours bij Dilmus Hoogland dat vandaag is geopend. Was top. Was het jouw idee, Loretta? Ja, natuurlijk was dat mijn idee. Echt, ik vond het geweldig. Veel uitdagender voor doorgewinterde ruiters zoals wij dan het parcours voor de nieuwkomers. Mee eens, maar Loretta, ongelooflijk dat je tijd had om weer een parcours voor ons te verzinnen. Bedoel je, tijd? We zien hoeveel je voor de vereniging doet en dat geldt ook voor jou, Ten. Jullie zorgen altijd ervoor dat we de club op de beste manier vertegenwoordigen en zorgen altijd voor optimale omstandigheden om daarin te slagen. Jullie organiseren trainingen en bijeenkomsten helpen ons bij de voorbereidingen van de wedstrijden, leren ons altijd nieuwe dingen. Jullie zijn de beste clubleiders ooit. Dat nieuwe parcours is echt kers op de taart. Dankjewel, Rita. Dat was hartstikke leuk. Jij ook bedankt, Stacey. Je oefeningen van vandaag waren ook geweldig. Dank je. Ik was stiekem heel blij dat jullie met zoveel kwamen opdagen. Ik kan alleen maar hopen dat mijn trainingen ooit net zo populair worden als die van Loretta. Ha, dankjewel. Soms vergeet ik dat jullie eigenlijk nog betere vriendinnen zijn dan Bobcats. En als Bobcats zijn jullie al helemaal geweldig.
Allemaal heel erg bedankt, jullie hebben vandaag echt je best gedaan. Als mede-clubleider ben ik ontroerd dat jullie onze inzet zo waarderen. Laten we hier weer bij elkaar komen voor de volgende training. Goed, tot gauw, Bobcats. Nou, eind goed al goed. Wat een dag zeg, het liep allemaal heel anders dan verwacht. Maar het is goed om te weten dat ik nog steeds de beste Bobcat ben. Dat wist ik natuurlijk wel, maar toch. Wil je deze hals misschien hebben? Ik heb hem voor Bartok gekocht, maar het is echt niet mijn kleur. Als je hem wilt, is hij voor jou. Als dank voor vandaag. Nu wegwezen, later. Het is niet mijn kleur, zegt ze, maar hij is wel gewoon ooit van Loretta, nu van jou. Hij is wel gewoon roze. Ja, ik kan hem nu niet zien op mijn paard, maar goed. Oké, dat is nice, maar heet dit de klassieke? Is dit de klassieke? Ja, de klassieke is dus deze. Weet je, als we dan nu toch bezig zijn, kan ik maar beter nog een keer doen. Ja, sorry als het saai is om naar te kijken, maar goed. ja. Oh. Eigenlijk heb ik online les nu, haha. Maar ik heb mijn opdrachten af. Dus eigenlijk ben ik gewoon, dacht ik echt van, ja, fuck dat dan. Ik ga gewoon nu al de video opnemen, dan hoef ik dat vanmiddag niet. En dan kan de video lekker eerder online komen. Dus dat is een toppie. Ja. Ik vind het nog steeds raar hoor, om niet op woensdag de update op te nemen. Want ik was gisteravond, had ik zo waarlijk even tijd. En ik dacht, ik log even in op Starship. En toen dacht ik, oh ja, de update is geweest. En ik wil geen... Dan ga ik natuurlijk niet spelen al gisteren. Want ja, ik moet het opnemen. Dat doe ik altijd vandaag. Maar ja, dat is toch wel een beetje raar of zo. Ja, ik weet niet. Nog steeds een beetje baal ik ervan dat ik op woensdag niet kan. Maar het kan gewoon niet. En dat moet ik accepteren. En er gaat ook echt een tijd komen dat ik het helemaal niet meer overdag kan gaan doen. Als ik bijvoorbeeld stage heb of weet ik veel... Of dat mijn korte dag ineens op de dinsdag is, of mijn online lesdag, zeg maar. Ja, dan is de update er nog niet, dus dan gaat dat ook niet. En ik ga niet pas een hele week later de update opnemen. Dat is een beetje, ja, dat is wel een beetje heel overdreven lang. Dus, ja, ik heb tot nu toe gewoon geluk dat ik donderdags wel gewoon een korte dag heb. En ook nog eens online, dus ja. Even loeren... Ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel XP we erbij hebben gehad, maar best wel wat. Ja, ik onthoud dit getal niet altijd, dus ja. Maar we zijn bijna bij het afstap-button, zeg maar. Ja, weet je wat? Fuck dat. Ik doe één video in de week. Ik kan ook wel gewoon een lange video maken. Ik ga gewoon nu naar mevrouw Hotsword. En dan ga ik nog eventjes die missie doen. Want ja, het hoort toch bij de update, dus even kijken... Ik zie jullie wel zo meteen even als ik daar ben. Nou, we zijn weer aangekomen bij mevrouw Hotsword. Hé, hey, ik zie Concorde rennen. Waar ben je, bro? Waar rent hij? Ik zie ook trouwens dat alle poppetjes even op een andere plek staan. Zoals hier zat Lisa. Ik kwam net Linda ook nog tegen bij de boekenkast. Maar ik zag dat paard net rennen. Waar is die? Het veulen. Waar is die? Ik ga hem zoeken. Hallo Concorde, where are you at? Wat is dit? Oeh, intro. Hey joh, daar zijn ze. Kijk. Ah, te schattig. Ze zijn snel. Ze gaan een tikkertje aan doen of zo. Nou, goed. Anyway, wij zijn weer hier. Welkom terug. Ik ben flink opgeschoten hoor. Nou, weet je. Oeh, 30 XP. Lekker. Wat gaan we eten? Serieus, ik heb honger. Ik heb tegenwoordig geen tijd om te koken. Maar we kunnen wel een trommel met koekjes openen als ik dit met jullie heb gedeeld. Ik lees de brief voor jullie voor. Het begint als volgt. Lieve Cornelia. Ik vind het altijd niet zo heel interessant. Mocht je dit willen lezen. Doe dan even de video op pauze. Want ik vind het allemaal een beetje. Een klein beetje onzin. Ik denk dat ik heel wat mis als ik dit niet lees. Maar ik kan altijd mijn eigen video's terugkrijgen. Mocht ik het toch willen weten. Ik denk dit. Geen idee waar het over gaat. Nou. Oké, ik ga kijken hoe deze kaart op kan verder ontcijferen. Gaan we lekker buiten spelen. Nou, jongens, dit was alweer. De video, want ja, dit was het gewoon. Dit was de update. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dus zeker een duimpje omhoog. Er komt misschien binnenkort nog een Let's Race aan. I'm not sure. Ik weet niet precies wanneer. Maar dat zie ik dan wel wanneer ik tijd heb. Maar goed, dat kan ik jullie gewoon niet vertellen. Ik heb in ieder geval een video opgenomen vorige week ergens een keer. En die moet ik dan nog editen en online zetten. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet zeker ook niet te abonneren op mijn kanaal. Daar word ik heel blij van. En het is ook nog eens gratis. En dan blijf je up-to-date
van alle video's die ik online zet. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!